Het is weer 8 maart, Internationale Dag van de Vrouw. De dag waarop wereldwijd aandacht wordt geschonken aan de positie van vrouwen en meisjes. Dit jaar is het thema Vrouwen in Leiderschap. Het bereiken van een gelijke toekomst in een COVID-19-wereld. Als u het aan mij vraagt een zeer toepasselijk thema in een wereld waarin vrouwen en meisjes proberen om gelijkwaardigheid te realiseren, maar ook moeten herstellen van de gevolgen van de COVID-19-pandemie. In onze geschiedenis zijn er voorbeelden van sterke Surinaamse vrouwen die ongeacht hun achtergestelde positie of kleine slagingskans leiderschap hebben getoond en hun dromen hebben gerealiseerd. We zijn nu ongeveer 80 plus jaar verder sinds Grace Howard, de eerste vrouwelijke parlementariër van Suriname werd en Sophie Redmond de eerste gekleurde vrouwelijke dokter. En daarvoor hadden we de 24-jarige contractarbeidster Jenny Tettery, die 137 jaar geleden haar strijd tegen onrecht en de ongelijke behandeling van vrouwen met de dood, moest bekopen. De vraag die nu gesteld kan worden is of deze drie vrouwen tevreden zouden zijn met de geboekte vooruitgang ten aanzien van de positie van de Surinaamse vrouw. Als we specifiek kijken naar ons land, is er gewerkt om de positie van de vrouw te verbeteren. Denk hierbij aan het tegengaan van stigma, stereotypering en geweld. Het hebben van vrouwen in besluitvormingsposities is daarom enorm belangrijk. Zodat deze vrouwen zich niet alleen kunnen uitspreken over het onrecht dat vrouwen en meisjes wordt aangedaan, maar ook daadwerkelijk in de positie verkeren om middels ingrijpen de positie van de Surinaamse vrouw te verbeteren. En er zijn verschillende acties ondernomen door zowel overheid als niet-overheid organisaties om het aantal vrouwen in besluitvormingsposities te doen toenemen. Vanaf 2020 zijn 15 van de 51 DNA-leden en 6 van de 17 ministers vrouw. Hoewel vrouwen in bijvoorbeeld het wetenschappelijk onderwijs de meerderheid vormen, zien wij dat niet terug in de besluitvormingsposities. Gendergelijkheid zal daarom Hoog op de agenda blijven en daarmee het streven naar een gelijkwaardige man-vrouw verhouding. De regering Santoki Brunswijk zal zich derhalve blijven inzetten om de positie van vrouwen en meisjes in ons land te verbeteren. Hierbij zal de nadruk worden gelegd op gelijkwaardigheid het stimuleren van de volledige en gelijke deelname van vrouwen in besluitvormingsprocessen, maar ook het geweld tegen vrouwen. Want human rights are women rights and women rights are human rights. Een bezinningsvolle dag van de vrouw toegewenst.